De regering laat niets aan het toeval over om het driedaagse bezoek van de president van India, Ram Nath Kovind, aan Suriname ordelijk en veilig te doen verlopen. Dat geeft Giovanni Nijbroek aan. Hij is hoofd van de Veiligheidsdienst. Nijbroek benadrukt dat het om een staatsbezoek gaat en dat er daarom met internationale standaarden wordt gewerkt. Een historisch staatsbezoek met een bepaald kaliber. Deze maatregelen gaan wij genoodzaakt zijn om deze maatregelen conform de internationale standaarden uit te voeren. Ik heb de vorige keer aangegeven dat we veiligheidszones zullen inbouwen. En binnen die veiligheidszones zullen ook wegomleggingen plaatsvinden. De wegen worden omgelegd, straten worden afgesloten. Stanley Shangur, inspecteur en hoofd verkeershandhavingsdienst, doet de mededeling dat op dinsdag 19 juni vanaf 2 uur in de middag de Maagdenstraat tot de hoek van de Keizerstraat wordt afgesloten, omdat de delegatie naar het standbeeld van Mahatma Gandhi gaat om kransen te leggen. Daarna volgen de Waterkant, de Heiligenweg, Maagdenstraat en de Jodenbreestraat bij Kirpalani. Ook de inrit van Telesuur aan de Keizerstraat en het Neumannpad tot de Domineestraat worden afgesloten. Vanaf 2 uur wordt dit gebied, het verkeer, dus omgelegd. Als er nog auto's binnen zijn, die zullen er zijn, heeft men de gelegenheid tussen 2 en 4 uur 's middags deze auto's te verwijderen. Ik doe een beroep op de mensen daar. Ik mag u ook doorgeven dat de parkeerplaatsen binnen dit gebied, die zullen worden afgebakend de avond daarvoor. Maar indien er nog voertuigen binnen dit gebied zijn, tussen 2 uur en 4 uur middags, heeft u uiterlijk tot 4 uur middags de gelegenheid om uw voertuig van daar weg te halen. In het andere geval zullen wij genoodzaakt zijn om het weg te slepen. Op uw kosten. Oké, dus ik doe een beroep op u, mensen die daar gaan parkeren. Dat is 1. Om 4 uur middags hebben we een verkeersomlegging om Kiwi Lelydorp, Koffiejonkoplein. Wanneer ik kom vanuit de stad, zal daar worden omgelegd. Het verkeer zal moeten rijden over het rijwielpad aan de oostzijde als u gaat richting Sanderij. Komt u uit de richting van Para, dus uit de richting van Jap, gaat u linksaf moeten gaan in de Kranenweg. Ja? Dus houdt u rekening dat gedeelte gelegen tussen de Tawayariweg en de Kranenweg gaat u niet kunnen rijden in verband met activiteiten die daar zullen plaatsvinden. Dat was Stanley Shangur, hoofd van de Verkeershandhavingsdienst. Hij deelde mee dat het verkeer in de omgeving van het standbeeld van Mahatma Gandhi en het Koffiejonkoplein te Lelydorp op dinsdag 19 juni omgelegd zal worden. Dit heeft te maken met het staatsbezoek van de president van India, Ram Nath Kovind.